So how many have come here expecting to receive from the Lord? En hoeveel zijn hier en die verwachten wat van God ontvangen? Well, that's good because God responds to our hunger. Dat is goed, want God reageert op onze honger. The anointing, the power of God is here. It's in this place. De zalving en de kracht van God is hier. Het is in deze plaats. The power of God is here to save, heal and deliver. En de kracht van God is hier om te redden, te genezen en vrij te zetten. But you need to activate your faith. Maar je moet je geloof wel in activatie brengen. You need to activate your faith and put a demand on the anointing of God. Het is belangrijk om je geloof te activeren en het de kracht van God op te eisen. Because your faith is the channel through which the anointing flows. Want je geloof is het kanaal waardoor de zalving vloeit. Faith is the electricity. It's the flow of the electric. It's the power of God. Geloof is de elektriciteit. Het is de kracht. Het is de kracht van God. Just like in this building, there's lights, right? There's electricity coming into the building. Net zoals je in dit gebouw ziet dat er licht is, omdat er elektriciteit is. But how many of you know you can't just look at the light switch and hope it turns on? Hoeveel weten dat je niet naar de lichtknop kan kijken, maar en verwachten dat het aangaat. But you need to turn on the light switch, right? Want je moet natuurlijk wel op het knopje drukken. The electricity is present, but you need to flip the switch. De elektriciteit is daar, maar je moet wel op het knopje drukken. So I want to encourage you today to flip the switch. Dus vanmorgen wil ik je aanmoedigen om op de knop te drukken. Because the power and the presence of God is here. Want de kracht en de aanwezigheid van God is hier. So we just need to flip the switch of our faith, knowing that God is going to touch you today. Dus als we drukken op de knop van ons geloof, dan weten we dat God ons vandaag gaat aanraken. In Acts chapter 5, it says that the people brought their sick into the streets. In Handelingen 5 lezen we dat de mensen hun geloof de straten inbrachten. They were saying even if just Peter's shadow can come and touch the sick, they will be healed. Ze zeiden zelfs als de schaduw over we zien dat zelfs als de schaduw van Petrus over de mensen kwam dat ze genezen werden. They came expecting to receive from God. Zij waren verwachtende naar de aanwezigheid van God. And it says that all of them were healed. En het zegt dat ze allen genezen werden. So whatever you need today, the presence of the Lord is here to fulfill that need. Wat je ook nodig hebt vandaag, de aanwezigheid van God is hier om te voorzien. There is no lack in God. Er is geen tekort bij God. Our God is the God of more than enough. Onze God is de God van meer dan genoeg. He is El Shaddai. Hij is El Shaddai. He has come to supply all of your needs. Hij is gekomen om te voorzien in elke nood. You don't just get your miracle because of chance. Je krijgt niet zomaar je wonder zo van per ongeluk of mazzel. But you get your miracle because you are hungry. You are desperate for God. Maar je krijgt je wonder omdat je hongerig bent naar God en je niet anders kan dan van hem verwachten. The Bible talks about this over and over again. It says that the people, they just wanted to touch Jesus. De Bijbel spreekt er opnieuw en opnieuw van. De mensen willen slechts Jezus aanraken. Because they heard stories that those who touched Jesus, they got healed. Want ze hoorden verhalen dat zij die Jezus aanraakten, die werden genezen. Those that came in the presence of God, they received their deliverance. Die in de aanwezigheid van God kwamen, die ontvingen bevrijding. They put a demand on the anointing. Ze kwamen met een verwachting en een eis op de zalving. They drew out of Jesus the power that was in him. Ze trokken de kracht uit Jezus. And that same power of God lives inside of each and every one of you. En dezelfde kracht van God leeft in ieder van ons. You can draw from that power, the well of God that's inside of you. Je kunt uit die put graven en uit die put nemen. I'm here to tell you that if you are hungry, that God will satisfy your hunger today. En ik wil vandaag zeggen, als je hongerig bent, zal God voorzien in die honger.
How about the story of the two blind men? Wat denk eens aan het verhaal van de twee blinden. They cried, "Son of David, have mercy on me." Ze riepen, Zoon van David, heb genade met ons. And the crowd told them, "Be quiet, be quiet, be quiet." En de mensen eromheen zeiden, stil maar, stil maar. And what does it say? It said that they cried all the more, "Son of David, have mercy on me." En ze riepen nog harder uit, Zoon van David, heb genade met ons. You know what they were saying? They were saying, "Maybe you can see." Eigenlijk zeiden ze, misschien kan je zien. But we can't, and we have come to receive from Jesus. Maar wij kunnen niet zien. Wij zijn gekomen om van Jezus te ontvangen. We have come to receive what we are believing for. Wij zijn gekomen om te ontvangen, en wij hebben daar geloof voor. We know that if we can just get to Jesus, that we will receive our sight. En wij weten dat als we slechts bij Jezus komen, dan zullen wij ons zicht weer terugkrijgen. And they received their sight. En ze ontvingen hun zicht they weer. They came hunger and they received. Zij kwamen met honger en ze ontvingen. Just like the woman with the issue of blood. Net zoals de bloedvloeiende vrouw. If I could just touch the hem of his garment. Als ik slechts zijn kleed kan raken. She was talking to herself. If I can just get near him, if I can just touch him. Ze sprak tegen zichzelf. Als ik maar dichtbij kan komen, als ik hem maar aanraken kan. I know I can receive. Ik weet dat ik kan ontvangen. And she received her healing. En ze ontving haar genezing. Even though she knew that she could have been killed for being out in public. Zelfs al wist ze dat ze eigenlijk vermoord kon worden omdat ze in het publiek was, dat was verboden. She said, "I know that what I need is in Jesus." Zij wist dat wat ik nodig heb, dat is bij Jezus. And she was healed. En zij werd genezen. You know, some come to observe. Weet je, sommigen zijn komen om maar te kijken. But some of you have come to put a demand on the anointing. Maar sommigen zijn aanwezig om een beroep te doen op de salving. Some of you I know here are hungry. Sommigen zijn hier en die zijn hongerig. And you're saying, "I'm not leaving this place, Jesus, until you touch me." En je zegt, Jezus, ik ga niet weg totdat je me aangeraakt hebt. Let's be like the men who brought their friends to Jesus. Laten we zijn als die mannen die hun vriend naar Jezus brachten. And they tore the roof off of that home. En ze hebben een gat in het dak gemaakt. Because they knew. Want ze wisten. If they could just get to Jesus. Als ze maar slechts bij Jezus that konden. Their friend could be healed. Dat hun vriend genezen zou worden. That's putting a demand on the anointing. Dat is echt een beroep doen op de zalving. Even Jesus' mother put a demand. Zelfs de moeder van Jezus deed daar een beroep op. When he turned the water into wine. Toen hij het water tot wijn maakte. She said, "Whatever he tells you to do, just do it." Ze zei, wat hij ook zegt dat je moet doen, doe het gewoon. Because she knew that in Jesus. Want zij wist dat in Jezus. That there was all sufficiency. Dat er meer dan genoeg is. She said, "I'm going to put a demand on him because I know that he will answer." Zij wist, ik doe een beroep op hem, want ik weet hij zal antwoorden. So how many of you have come? Dus hoeveel zijn gekomen? Expecting to receive from Jesus. Verwachtende te ontvangen van Jezus. How many of you are hungry for a touch of the Lord? Hoeveel zijn hongerig voor een aanraking van de Heer? How many of you have come to receive your healing? Hoeveel zijn gekomen om je genezing te ontvangen? How many of you are going to say, "Lord, I'm not leaving this place until you touch me"? Hoeveel zullen zeggen, Heer, ik ga niet weg totdat u me aanraakt. So let's join our faith together. Dus laten we ons geloof tezamen brengen. Expecting to receive today from Jesus. Om te verwachten om vandaag iets van Jezus te ontvangen. Because just like the light switch, the electricity is here. The power of God is here. Dus net zoals bij de lichtknop is de elektriciteit hier. De kracht van God is hier. The presence of God is here. De aanwezigheid van God is hier. And all you need to do is flip the switch. En alles wat je nodig hebt te doen is op de knop te and drukken. Believe that you are going to receive today. En vertrouwen en geloven dat je vandaag zal ontvangen. In the mighty name of Jesus. In de machtige naam van Jezus. Amen. 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 Hallelujah.